Ik ben Loek van Doorn, eigenaar en strateeg bij Doorn & Roos. Hoe zet je de nieuwe Saab in de markt na een periode dat het merk zo onder het vergrootglas heeft gelegen? De belangrijkste doelstelling was om met de introductie van de nieuwe Saab 9-5 het sentiment rond het merk te keren en het vertrouwen te herstellen. En tegelijkertijd in één vloeiende beweging duidelijk te maken dat de nieuwe 9-5 het eigenzinnige alternatief is naast de BMW 5-serie, de Audi A6 en de Mercedes E-klasse. Eigenlijk een segment waar Saab al lange tijd niet meer actief was. Maar hoe doe je dat op een geloofwaardige manier? Door eerst de potentiële 9-5-rijder te betrekken, de onderzoek te doen. Wat gaf de doelgroep ons terug? De belangrijkste kracht is de eigenzinnigheid van het merk. Saab kijkt op een andere manier naar de wereld. Saab gaat uit van eigen kracht en volgt zijn eigen weg. En daarmee spreekt Saab niet de massa aan, maar wel de autonome mensen, de onafhankelijke denkers met een vrije geest. Mensen die hele bewuste keuzes maken. Dat betekent dus goed nieuws voor deze doelgroep. Er is weer iets te kiezen, naast de voor de hand liggende merken die ik eerder noemde. Tijd dus om dat onafhankelijke denken weer een beetje aan te wakkeren. Tijd om ze uit te dagen. En dat werd daarmee automatisch de kern van de campagne. De eerste auto die we reed was een Golf. Na 2 jaar koos u voor een A4 en weer een aantal jaar later werd het een 5-serie. Tijd voor de volgende stap. De nieuwe Saab 9-5 daagt iedereen uit. Dit is een oproep voor alle E-klasse rijders, 5-serie eigenaren en A6 bestuurders. Doet u de komende tijd alstublieft iets voorzichtiger met uw auto? Dan krijgt u er bij de Saab dealer net wat meer voor terug. De nieuwe Saab 9-5 daagt iedereen uit. Ik ben Hielke van der Meer, commercieel directeur bij de FD Media Groep. Een onconventioneel merk als Saab past uitstekend bij de FD Media Groep. De doelgroep fit was dan ook logisch. De keuze en het creatieve concept voor vergelijkende reclame, dat eigenlijk geen vergelijkende reclame is, past als een handschoen op het FD. Als je een Audi rijdt en je leest het FD, ben je doelgroep. Effectiever kan bijna niet qua bereik. De case nodigde uit tot een onconventionele aanpak. We hebben samen met Saab en Doorn & Roos onze nek uitgestoken voor een impactvollere campagne. We zijn weggegaan van reguliere afspraken en hebben vooral gekozen voor resultaat. De FD Media Groep committeerde zich binnen een vast budget voor 2000 actieve leads, waar de Saab-dealers mee aan de slag konden gaan. Wat hebben we gedaan? Veel. Het meest bijzondere was de zaterdageditie van 3 juli van het FD. Saab adverteerde daarin exclusief en dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Hiermee claimde Saab alle advertentieposities in de krant en de openingsspread van FD Persoonlijk, ons weekendmagazine. Is het gelukt? Zeker. Verder hebben we een volledige geïntegreerde campagne uitgerold met veel contactmomenten. Van het onderzoek in samenwerking met het FD en BNR tot intensieve printcampagnes. Van de radiocampagnes tot homepage takeovers. En van de redactionele aandacht tot een partnership rondom Sail Amsterdam. Met specifieke event showings, proefritten en valid parking aangeboden door Saab. Kortom, een prachtige business case voor de FD Media Groep.
Ik ben Kees van den Berg, algemeen directeur van Saab Nederland. Helaas kan ik u niet zelf in levende lijven overtuigen van onze campagne. Ik sta op dit moment natuurlijk op de RAI. De introductie van de nieuwe 95 vormde voor ons het moment om een nieuwe dynamiek voor het merk neer te zetten. Dat was een belangrijke kwalitatieve doelstelling en die is door de campagnethematiek en door de samenwerking met FD Media Groep uiterst geslaagd. We wilden daarnaast vooral een commerciële basis leggen voor de toekomst. We hebben daarom niet gesproken over contactfrequentie, klikratio's of opportunity to see. We hebben toegewerkt naar actieve leads. Leads waarmee de dealers aan de slag konden gaan. Leads die via de campagnewebsite hun interesse hebben getoond en die dan via ons opvolgsysteem bij de dealers terechtgekomen zijn. Met ruim 2400 leads over een periode van 6 weken hebben we een uitermate succesvolle introductiecampagne gehad. De 28 dealers konden dus met gemiddeld 85 prospects aan de slag. En dat heeft uiteindelijk geleid tot bijna 300 orders aan het eind van de introductieperiode. Een heel mooi aantal na toch een moeilijke periode voor Saab. Zeker ook rekening houdend met het segment waarin de 95 zich moet bewijzen. De campagne heeft daarom goed zijn werk gedaan. Saab daagt iedereen uit, was natuurlijk vooral een opvallende, prikkelende en wervende campagne. We spreken de doelgroep persoonlijk aan en hebben ze daadwerkelijk uitgedaagd. Er is dan ook veel over gesproken in de branche. In de volgende sheets ziet u nog even de details van de resultaten. Bedankt voor uw aandacht. Ik daag u graag uit om onze campagne net zo te waarderen als onze klanten dat hebben gedaan.